We staan hier bij het Waterfront Memorial. En bij dit monument staan 52 zuilen van de 52 duikboten die in de Tweede Wereldoorlog verloren zijn gegaan. En elke boot krijgt hier zijn aandacht. Het verhaaltje, de namen van de mensen die zijn omgekomen. En ze noemen dit On Eternal Patrol. Dus ze zijn nog steeds op missie tot in de eeuwigheid. De USS Growler, een boot van Hawaii, verloren gegaan met 86 bemanningsleden aan boord. On Eternal Patrol. Vandaag is ons laatste dagje Pearl Harbor. We zijn er nu 3 keer geweest. 4 keer. Vier keer. Als we onze informatiedag meetellen, zijn we er 4 keer geweest. Maar ja, het is 25 minuutjes reis, valt mee. En we gaan nu aan boord van de duikboot USS Bovin uit 1942. Is tevens ook een Baloo-klas, net zoals in San Francisco. Het is vroeg, dus hopelijk een beetje rustig. En na afloop hebben we een museum. In de airco. Met een airco, een duikbootmuseum airco. En heel veel buiten nog. Maar we gaan eerst de boot op. Ja. Naar beneden dan maar. Debbie, waar blijf je nou? Weer wel over aircootjes, blazers, wappers. Een wapperding. Ja. Kijk. Wauw. De voorste torpedobuizen. En de jongens van werkgroep Marsje hadden het gelijk. Kijk uit, want alles glimt heel erg. Dus kijk uit met een foto maken met flits, want raak je verblind. Ja, bekjes boven de torpedo's. Oh ja, een ribbel hoog. Ja, hier hebben we toilet en douche weer. Ik denk dat je je hoofd niet stoot. In San Francisco liepen we andersom, liepen we van achter naar voor. Dan lopen we van voor naar achter. Kijk, daarom glimt alles zo. Wordt opgepoetst. A boardroom. It isn't surprising, she certainly can. She started the heat wave, she started the heat wave, but letting her sleep wave, but letting her sleep wave. Ja, is toch iets anders ingedeeld dan die in San Francisco. Lekker, voor je hoofd. Made the Mercury. Good morning. Yes, sir. Lijkt dat bling bling is. Dit is de centrale. Trappetje naar de Conning Tower, naar boven. Jee, wat hebben ze dat ding opgepoetst? We're having a heatwave, we're having a heatwave, a tropical heatwave, a tropical heatwave. The way that she will dance, the moment it proves that she certainly can. Jammer dat je er nou niet op past. Ja, hier links en rechts waren de dieptemeters voor als je op periscoop diepte zat. Ja, die dan. Ook. De 2 kijken. Ja. En dan de middelste was dan de gewone dieptemeter.
Die in de kiel. Ja, die hebben wat meer, meer waarde. Het gaat tot 600 voet. Konden die boten niet aan, maar... Ja, het was even een foto aan het maken van het glimmende koper. Toen stond ineens heel de ding is vol. Heel de centrale is vol. What made the mercury jump 93? Yes sir, we have a heat wave. We have a tropical heat wave. The tropical heat wave. The way that she moved that thermometer through that she certainly can. Dit zijn dus de vorige diesel, maar ook dit ziet er weer anders uit als San Francisco. Ja? Ja, die andere was veel hoger. Ja. We hebben een heatwave, we hebben een heatwave. Achterste engine room. She started the heat wave, she started the heat wave. We're letting her sleep wave, we're letting her sleep wave. And in such a way that the customers say that she certainly can. Ja, gedeelte van de elektrische motoren. Het is te nauw. Want het is dus een poort en bus, een positieve en een negatieve. En een hele grote batterij. Het is gewoon nog een etage onder, hè. What made the mercury jump 93? Yes sir, we have a heat wave, we have a heat wave. Ook een poepdoos. Meer poepdozen dan die Duitsers hadden. Ja, we zijn bij het einde. Maar het is echt diezelfde als in San Francisco. En dan leek het veel groter. Dan leek het veel groter en die stond misschien voller. Dat komt waarschijnlijk door al die de glimmende koper. Dan lijkt het ruim, hè. Hier. En ik doop u nu tot de bling bling boot. Ja, weer naar buiten. Zo. Whispering to me from a tall oak tree. Opgepast natte vloer. Ik zie zeker net boven. En wie wel eens hebt een duikboot, natte vloer. I hear the beat of the waves on the shores of Waikiki. Softly through the air from a brown maiden there comes a song to me. I hear the swish of her skirt as she dances to Lili Ue. Soft Hawaiian guitars are playing as they have a big blue eye. And the moon. Dit mocht bij die anderen niet. Periscopen. Hier en daar naar boven met z'n tweeën. Observatieperiscoop en de aanvalsperiscoop. Plateautjes, daar zat dan niemand met een verrekijker. Hier zo, om de horizon te turen. En op zo'n plankje stond dan niemand. Ja. Konden ze met de verrekijker turen, anders een mooi uitzicht.
mogen we niet. Wij niet. Ja. Oh. Dan heb je de Coming Tower in. Soft Hawaiian guitars are playing as they have a big luau, and the moon shines bright with its tropical light as a kani and wahini raise a vela kahau. Whispering to me from a tall coca tree comes a hula breeze. It makes me long to go back to my little grass shack far away. Kan je het goed zien? Ja, schiet ze voor de flikken. Zij moest dan in de gaten houden, links om naar rechts, naar boven, naar beneden. Ja. En hier moest je hem laden. Wat zie jij daar? Oh ja. Daar beneden. Oh, kan ik dat zien? Ja. Dat is grappig eigenlijk. Ja, we hebben ons weer laten uitkleden voor een fotootje die gemaakt is voor ons. Maar deze is ook wel leuk. Zo, zal hem even. Deze was $20. Je hebt de boot 36. Ja, en die van de boot werd er een foto gemaakt met zo'n nep achtergrond. Daar hebben ze later die foto van die boot achter geshopt. En dit is gewoon een echte foto genomen voor die boot. Dus eigenlijk is die leuker en goedkoper. Goed, we staan nog steeds $20. Maar even het buitenstukje kijken. Oké, Testorpedo, de Mark 14. Testorpedo. De explosieve warhead was vervangen door een met vloeistof gevulde kop. Aan het einde van de run werd de vloeistof eruit geperst door perslucht en dan kwam die bovendrijven. Dan konden ze hem weer oppakken. Een soort klein duikbootje. Want die werken ook met vloeistof in tanks en perslucht. Dit is een standaard Mark 14 torpedo. Voortstuwing door stoom. Voordeel, we hadden een goede range, zou ik maar zeggen. Nadeel, aan de achterkant zag je allemaal van die bubbeltjes naar boven komen. Dus je kon de lijnen in het water zien. Dus iedereen kon zien waar die torpedo vandaan werd geschoten. Dus je was wat zichtbaarder. Dat werd later opgelost door de elektrische. Dit is dus de Conning Tower van de USS Parts, het binnenste gedeelte. Dit schip hebben ze na de oorlog gebruikt om proeven te doen bij de Kini Atoll, waar ze met die atoombommen proeven aan het doen waren. En na de hand hebben ze deze verkocht en in de jaren 70 hebben ze hem uit elkaar gehaald. De scrapyard. Ze hebben die Conning Tower hebben ze eraf gezaagd, ze hebben dat binnenste gedeelte hebben ze gered, dat is deze. Dus dit is dus de echte Conning Tower van de USS Parts. Want dit is nou een stuk van die Conning Tower. Dat zat dus hier bij de control room, daar liepen wij. Ja. En hier kon ik inkijken van beneden, maar kon er niet in, mocht niet. En van boven kon ik er ook inkijken. En dit is er dus een, zo sexy. Kijk, dit was het eerste gat van boven.
navigering, dus de aanvalsperiscoop. Die daar naar beneden gaat naar de control room, daar hangt dan de observatieperiscoop. Wel een elektrische, Mark 37. Dat is een akoestische homing torpedo. Dus die luisterde naar schroefgeluid, daar ging je naartoe. Het probleem was, want jouw bootje heeft ook schroefgeluid. Dus daar ging die ook wel eens naartoe. Ja, dit is dus een Kaiten. Een soort kleine duikboot. Nou, het is meer een torpedo. Grote torpedo werd bestuurd door iemand als een beetje een zelfmoordding. Maar zo succesvol waren ze niet. Maar twee schepen gezonken voor de Amerikanen. Jee, dan wil je er niet in zitten. Zoek er eens een uit. Zwarte parel, net als Pirates of the Caribbean, hè? Gaan ze er nou een gaatje maken? Dat is wel leuk, je krijgt zo'n gratis parel eigenlijk, als je die foto koopt. Ik ben sterk geweest. Maar die parel is wel gratis. Maar dan zijn er dus al die hangertjes eromheen en die kettingjes en die kosten allemaal $200 plus. En ze praat nogal snel en dan denk ik van, zegt ze, ja. En maakt zo gelijk een gaatje erin en zo. Ik denk, wacht even. Ja. Maar kijk, ik ben sterk geweest. Ja. Ik heb alleen de parel. Ik heb gezegd, ik doe er thuis wel mee. Precies. Want bij elk hangertje, elk dingetje zit een bepaalde kracht achter. Mm-hmm. Is goed voor dit, is goed voor dat. Nou, elke kracht betekent bij mij, elk hangertje symboliseert lege portemonnee. Hier wel. Viel het ook op dat het gelijk over was met de vriendelijkheid? Ja. Het was gelijk klaar. Ze konden geen geld verdienen. Nee, jammer, we gaan de Pacific Museum. Fleet Museum in. Dat is echt het laatste van Pearl Harbor wat we gaan zien. Dan gaan we echt wat andere dingen doen. En waarschijnlijk Echo. Misschien krijg je nog wel een kaartje voor een gratis parel. Ik heb twee. Ik thuis echt wel meedoen. Ja, nou gaan we naar binnen. Ik geloof er niks van. Ik weet niet of je het kan zien. Dit was zo'n apparaatje. Daar deden ze van die schijven in. Ik denk dat je ze nog wel herkent uit de jaren 80, 70, 80. We hadden die dingen ook vroeger. Dan kon je dus schepen proberen te identificeren. Periscoop. Zoals je hier aan de kant zit. Ja, nog wel. Je kunt best wel poetsen. Hè? Nou, ze poetsen hem goed op, de dames hier. Vandaar dat het zo glimt. Zit ze goed aan mee? Ja, dit is hun taak. Ze zijn de hele dag aan het poetsen. Klinkt als een hond onder. Nou, dat doet hij zeker. Mega glans. Je moet uitkijken als je met een foto met een flits maakt, dat je je ogen niet beschadigt. Ja, de handleiding.
Een beetje wat wij in het handschoenenkastje hebben liggen. Maar dan van een duikboot. Kijk, en zo'n batterijtje. Oh. Gaan er eens naast staan. Kijk eens hoe groot die is. Ah, dat appuutje, hè. Oh, dit is een batterijtje van een auto. Dat we ze er even naast gehangen, dat je de grootte goed kan zien. Ja. Dit is een zuigertje. Een zuiger. Dit is een zuiger. Met de zuigerringen. Ja, de zuigerringen. Die is nog klein. Ja, hier hangt er eentje van een pick-up truck. Een zuigertje. Ja. Dus die gaat op de krukas. Toch? Ja. Kijk, eigenlijk niet zo wat groter. Even kijken hoe we die noemen. Deze zijn nog klein. Ja, vergeleken met die zee, die grote zeeschepen. Containerschepen, ja. Twee keer zo groot als van. Hoeveel? Zo'n 46. Maar als ik de hele opgebouwde zuiger niet heb staan, dan kan ik erin staan. Tja, dat is een mooie cilinderinhoud. Kijk, leuk modelletje. Hop. Ping. Ja, dat geluid laten ze altijd horen als het over duikboten gaat, maar er waren die duikboten van vroeger niet. Het waren juist die bovenwaterschepen die ping deden. Duikboten lieten niks horen. Nee, inderdaad. Een duikboot, dat was stilletjes. Een duikboot, dat was silent running, geen radiocontact, stilletjes, niks. Eigenlijk kan je een duikboot vergelijken met een kat. Die zijn prooi probeert te benaderen, die sluipt er naartoe. Gaat dat kontje bewegen, weet je, dan weet je dat ze... Ja, en dan sluipen. Tot ze dichtbij genoeg zitten, dan hup, en één keer je sprong erop en dan heb je hem. Oh nee, je hebt er weer eens een kind meegenomen naar een museum. Ja. Rob. One ping only. Only one ping? Only one ping. Ja, maar... Nee, one ping. Actieve sonar met een pingetje. Kun je zeg maar tellen hoe ver je object van je verwijderd is. Maar daar gaat-ie. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5. Mississippi. 3,75 kilometer. Dat deden bovenwaterschepen in de Tweede Wereldoorlog. Ja. December 41, dat was het begin. Toen waren ze allemaal nog een beetje in het oosten. Dit is augustus 42. Dit is juni tot december 1944. Ja, toen waren er wat minder Japanse schepen nog. Dit is de Torpedo Data Computer. En daar stelde je de torpedo's op in. Met de afstand van het doel, de snelheid van het doel, de koers van het doel. Nou, dan wist je dus wanneer de torpedo moest afschieten, onder welke hoek. Om je doel te raken. Nou, je zit in je eentje, maar het voorste duikroer 5 graden naar beneden en de achterste 5 omhoog. Heel zeeziek. Ja. Dit moest je dus met z'n tweetjes doen.
Eentje had het voorste duikroer, het andere het achterste. Ja, een kleine versnapering. We hebben weer een duikboot bezocht. Moet je een beloningje hebben? Ja. Ik denk ik neem het kleinst, het goedkoopste. Dus, een berg nacho's. Wat heb jij? Pulled pork. Pulled pork en shrimps. Ja, de luau plate. Dat was dat paarse? Sweet potato, denk ik. Sweet potato. Ja. En een stukje ananas en wat rijst. En een stukje ananas. Gaan we deze even opeten en dan even het shopje in. Even het shopje in. En daarna gaan we even naar een winkelcentrum even kijken of we gewoon een tas kunnen scoren ofzo. Mijn twee liefdes in één shot. Met Debbie en een duikboot. De Tweede Wereldoorlog. Oh. Dan nog een Willy erbij. Oh, een Willy. Dan weet je het helemaal niet. Nee, dan doekje. Dus Pearl Harbor, tot ziens. Aloha. Aloha. Is dat ook voor als je weggaat? Ja. Oké. Okay. Ook voor als je weggaat. Aloha. Ik zeg er nooit tot ziens voor altijd, maar tot ziens als ze er zijn, dan echt tot ziens. Dus als iemand... Niet vandaag, doei. Dus als iemand langsloopt en zegt aloha, dan weet je nou niet of hij nou echt weggaat of echt binnenkomt. Blijf spannend dan. Spannend. Maar wij gaan echt weg. Ja. Richting de auto.